MS-patiënten, mensen die aan aids lijden, patiënten die herstellen van een chemokuur. Ze kunnen alle baat hebben bij het gebruik van marihuana. Volgens de opiumwet is het verstrekken van wiet niet toegestaan, zelfs niet door apotheken. Om patiënten toch van hun broodnodige marihuana te voorzien, is er een actiegroep opgericht. Cannabis als medicijn. In die groep tientallen koffieshops en zij verstrekken wiet tegen kostprijs. Op vertoon van een doktersverklaring konden patiënten bij verschillende apotheken marihuana krijgen.